De Onbekende Reiziger, Hoofdstuk 3 Nadat Marijn een nacht had geprobeerd om samen met Kilian en Diederik in de kleine tent te slapen, maakte hij er een gewoonte van om naast Birgit en de mandfles in de wagen te kruipen. Zoals hij al tegen Birgit zei, die mandfles nam zelfs nog minder plaats in dan Kilian. Die en ha had tenminste geen knieën en ellebogen. Marijn was al drie keer tussen de scheerlijnen op de be bedauwde grond wakker geworden. Hij maakte zich daar boos over. Hij nam het Kilian kwalijk en wenste Diederik veel plezier met hem. Omdat Diederik zo zwijgzaam was, was het moeilijk te zeggen. Of hij nu eigenlijk goed met Kilian kon opschieten. Diederik leek in dat opzicht op Lenina. En wat Lenina over Kilian dacht, was gewoon onmogelijk te zeggen. Eigenlijk wist je nooit wat Lenina over iets dacht. Kilian scheen ondanks het standje van Clemens zijn openhartige opmerkingen niet voor zich te kunnen houden. Die huifkar ziet er werkelijk afgriszelijk opzichtig uit," zei hij de tweede morgen. Dat was hem ook niet helemaal kwalijk te nemen. Hij zag de wagen tegen de ochtendlucht staan en Marijns roodharige hoofd kwam er net uit te Het was ontegenzeggelijk een kleurig geheel. Maar Birgit was zwaar beledigd. Dat is niet waar, zei ze. "Maar nou, jij bent nog te jong om veel smaak te hebben, antwoordde Kilian. Birgit bezwoer Marijn dat ze van nu af aan haar hele leven Killians vijand zou blijven. Marijn had niet alleen een hekel aan Kilian's ellebogen en aan het feit dat hij niet eens probeerde hen wat te helpen, de meeste hekel. Had hij nog aan de hooghartige manier waarop Killian bleef luisteren wanneer Marijn muziekles kreeg? Helaas had hij de volgende dagen vaak les. Ze reisden, misschien wel vanwege Killian, rechtstreekser dan andere jaren naar de engte van Folkwin, de bergpas die naar het noorden leidde. Dat betekende. Dat ze niet langs grote steden kwamen, alleen door twee dorpen. In het eerste dorp sloeg Lenina wat voorraden in, maar voorstellingen gaven ze er niet. Clemens maakte van de gelegenheid gebruik om de oude liederen er bij Marijn in te stampen. Hij liet Birgit flink oefenen op de schalmei en repeteerde een aantal liederen met de hele familie. Killian stond erbij en Marijn werd daar gewoon iedere keer misselijk van. Hij kreeg er zo'n hekel aan dat hij nog vaker dan anders wegvluchtte in zijn gebruikelijke gedroom. Dan ging hij op zijn plekje achter de bok zitten genieten van de zon, al werd hij nooit bruin. Marijn staarde naar de witte weg, die voor hem uit tussen de grijsgroene hellingen van, de van het zuiden kronkelde. Hij droomde van zijn geboorteplaats in het noorden. Hij vond het nog altijd verdrietig dat zijn vader niet naar haar de borg terug wilde omdat hij meningsverschil met graaf Koenraad had. Hij verlangde vreselijk naar Hadeborg. In gedachten had hij zich een beeld gevormd van hoe het er precies uitzag. Er stond een oud grijs kasteel. Er waren lijsterbessen en de blauwe heuvels met spitse toppen. Marijn zag het duidelijk voor zich en tegelijk zag hij het hele noorden zomaar over het grijs-groene zuidelijke landschap heen, alsof het op een venster was geschilderd. Donkere wouden en smaragdgroene dalen en eigenaardige groene wegen uit oude tijden die naar plaatsen leidden die nu niet meer belangrijk waren, harde grijze rotsen en de grote waterval van Stortwater. In dit beeld leefden alle verhalen over toverij en avonturen die bij het noorden horen. Daar kon het zuiden niet tegenop. Hij hoorde achter zich Killian praten en bedacht dat er nog een voordeel aan het noorden zat. Daar zouden ze kwijt kwijtraken. Ik heb het nu al zes keer gezegd, zei Killian. Zit je altijd duizend mijl verderop? Marijn werd kwaad. Zijn eigen familie mocht hem van dromerij beschuldigen, maar Killian was een vreemde. Dat gaat jou niets aan, zei hij. Het was mogelijk dat Killian niet begrepen had hoe kwaad Marijn was. Weet je, legde Birgit hem later uit... Toen ze een heel eind achter de wagen liepen. Zelfs wanneer jij boos bent, zie je er altijd zo slaperig en vaag uit dat hij misschien niet eens merkte dat je niet naar hem luisterde. Niet, zei ze er vinnig bij, dat hij er iets van gevoelens van een ander zou opmerken, hoor. Wat had. Wat terug. Wat Killian terug had gezegd was. Alle mensen. Ik weet nu wel dat jij de familie gek bent. Maar ook al ben je dom, daarom hoef je toch niet onbeschoft te doen. Je zult jezelf bedoelen, kaatste Marijn terug en gaf hem volkomen bij de verrassing een stomp in zijn maag. Killian viel als een blok achterover tegen de mandfles. Marijn hoopte dat hij zich flink pijn deed maar het leek hem toch het veiligst om bliksem snel uit de wagen te springen en er als een haas vandoor te gaan. En nu moest hij de rest van de dag wel een flink stuk achterblijven uit angst dat Killian wraak zou nemen. Maar het was Clemens die wraak nam. Toen ze het kamp voor de nacht hadden opgeslagen, wenkte hij Killian en Marijn naar zich toe. Zijn jullie nog van plan om het goed te maken en je excuses aan te bieden? vroeg hij. Marijn keek behoedzaam naar Kilian. En Kilian keek bijzonder onbeminnelijk terug. Geen van beiden gaven ze antwoord. Ook goed, zei Clemens. En sloeg hen met de koppen tegen elkaar. Er is niet zo hard. Er is niets dat zo hard lijkt als het hoofd van een ander. Marijn kon alleen maar hopen dat Kilian evenveel sterretjes zag als hij. Het verbaasde hem dat Kilian niets tegen Clement zei. De volgende keer doe ik het nog harder, beloofde Klemens. En toen begon hij alsof er niets gebeurd was aan Marijns les. En tot Marijns ergernis bleef Killian net als altijd staan luisteren. De dag daarop kwamen ze bij Kraaienvoorde, een stad met een drukke markt. Het begon te regenen. Het leek wel of de dikke warme druppels een deel van de lucht waren en maar heel weinig met de vochtige witte hemel te maken hadden. De regendruppels maakten bruine putjes in het stof van de weg. Er steeg een heerlijke geur van natte aarde op. Maar het betekende wel dat ze zich allemaal tegelijk op een onhandige manier in de wagen moesten omkleden. Het verbaasde Marijn niet dat Killian uitstapte. Die voorstelling van jullie kan me eigenlijk niet zoveel schelen, zei hij tegen Clemens. Ik zie jullie wel weer aan de andere kant van de stad. Zoals je wilt, jongeman, zei Clemens opgewekt. Birgit en Marijn wisselden woedende blikken in de warme, schemerige ruimte onder de huif. Ze vroegen zich af waarom Clemens Killian niet een draai om zijn oren gaf. Maar het enige wat Clemens scheen te storen, was de regen. In de open lucht krijgen we geen publiek, zei hij. Ik zal eens zien wat er aan te doen is. We rijden de stad in met de huif op. Het was maar goed dat ze dat deden. Tegen de tijd dat ze bij het Marktplein kwamen, stroomde de regen neer en spetterde op de keien. Oolop keek net zo leidend als hij kon en er was geen kip te bekennen. Maar Clemens had vrienden in Kraaienvoorde, net als overal. Een half uur later hadden ze zich geïnstalleerd onder de zware balken van een pakhuis op de hoek van de markt. Er begon een vochtige, maar belangstellende menigte naar binnen te drommen. Ze gaven een soort binnenvoorstelling. Nadat, dat, nadat Clemens iedereen had verteld over Hinrik en Hidde, het geld van Wilde Wolde, de prijs op het hoofd van de koerier, de graanprijzen in dronnen en de gebruikelijke boodschappen waren uitgereikt, zongen ze liederen met een refrein zodat het publiek kon meezingen. Diederik kwam eerder dan anders aan de beurt. En toen de gezelligheid en de aandacht op zijn hoogst was, vertelde Clemens een van de oude geschiedenissen. Dat vond Marijn heerlijk. Hij had het altijd veel te warm binnen. En van spelen kreeg hij het nog warmer. Maar als er een verhaal werd verteld, hoefde hij maar aan paar keer bij te springen in alle verhalen kwam wel een lied voor, maar verder kon Rijn met zijn armen om zijn knieën geslagen op het stoffige kaf van de vloer zitten en het verhaal gretig in zich opnemen. Clemens had een gedeelte van de geschiedenis van de adelaar uitgekozen. Het kon maar een gedeelte zijn. Want, zoals Clemens het bij voorkeur uitdrukte, rond de Adolar en Odemar zwermden de verhalen als bijen. De liederen die hij bij het verhaal hoorde, waren door de Adolar of door Odemar gemaakt. Marijn vond die oude liederen altijd veel beter klinken in hun eigen verhaal. Als die rare lui nu maar hadden geprobeerd om wat natuurlijker te zingen. Maar over hun daden waren prachtige verhalen geschreven. Marijn luisterde vol spanning toe hoe Lamfert de Adolar verwondde en hoe de wond niet genezen wilde, tot Blanca vanuit het oosten naar hem toe kwam. Daarna volgde het verhaal van de liefde van Lamfert en de Adolar voor Blankenka en hoe de Adolar met haar naar het zuiden was gevlucht. Lamfert ging hen achterna. Maar Odemar kwam hen te hulp en zong een bepaald lied in de bergpassen, zodat de bergen begonnen te lopen en de doorsgang versperden. Toen moest Lamfer teruggaan. Op dit punt dempte Klemens zijn diepe stem en zei: Het lied dat Odemar toen zong zal ik maar niet voor jullie zingen, want dan zou ik misschien weer de bergen in beweging zetten. Maar het is wel zo dat sinds die dag de engte van Volkwin de enige bergpas naar het noorden is. De adelaar zwierf een tijd met Blanca door het zuiden en zong om de kost te verdienen, totdat Lamfert erachter kwam waar zij zich bevonden. Toen ontvoerde hij Kennard, de zoon van de adelaar, bij zijn eerst. Toen ontvoerde hij Kennard, de zoon die de adelaar bij zijn eerste vrouw had. ...en de adelaar volgde hem. Maar Lamfert kon toveren. Hij maakte Kennard onzichtbaar... ...en nam zelf de geda gedaante van Kennard aan. En toen de adelaar argeloos op hem toekwam... ...doorstak Lamfert zijn hart. Hierna kwam Blanca's klaagzang... ...die Marijn moest zingen. Hij pakte zijn kitar... En wierp een blik op het aandachtige publiek in de warme blauwgrijze diepten van het pakhuis. Tot zijn verbazing was Killian er ook. Hij stond kletsnat en verfonfheid achterin en luisterde even belangstellend als alle andere mensen. Marijn nam aan dat hij tenslotte nog liever naar een voorstelling keek dan dat hij een nat pak opliep. En hij was kwaad op Killian, omdat hij was gekomen. Zijn hoofd zat vol grootse dingen. Reizen, ontvluchtingen, gevechten, het magische noorden van de oude tijd. Killian was de ongenadige, de ongenadige wereld van alle dag. Marijn had het gevoel dat zijn voeten in verschillende werelden stonden. Die werelden draaiden van elkaar weg en dat was geen prettig gevoel, hij wende zijn ogen van Kilian af en richtte zijn aandacht op de kitar. Toen vertelde Clemens hoe Blanca odemar om hulp vroeg odemar. Zong een lied en maakte Kennard weer zichtbaar. Toen nam hij zijn kitar op en reisde langs een weg die alleen hij kende naar de grenzen van het duistere land. Daar speelde hij op zijn kitar. En een grote menigte doden kwam zich verdringen om naar hem te luisteren. Toen ze allemaal verzameld waren. Zong Odemar en riep de ziel van de adolar op. Bij dit gedeelte liepen Marijn altijd de rillingen over de rug. Clemens dempt weer zijn stem en zei: Het lied dat Odemar toen zong, zal ik maar niet voor jullie zingen, anders zouden de doden weer worden opgeroepen. Odemar leidde de ziel van Adolar. Weer terug en bracht hem in zijn lichaam. De adelaar herrees, versloeg Lamfert... en regeerde als de laatste koning van Dalemark. Hij was de laatste koning, want de zoon van Blanca, die na hem koning zou worden, had verkozen naar het land van zijn moeder te gaan. Sinds die tijd zei Clemens: Zijn er in Dalemark geen koningen meer geweest? En totdat de zonen van Blanca terugkeren, zullen er ook geen koningen meer zijn. Marijn zuchtte verrukt. Hij had nauwelijks zin meer om na zo'n verhaal nog mee te doen met de vrolijke Hollanders, en het zingen kostte hem moeite. Daarna sloop hij naar de andere kant van het pakhuis om de gebruikelijke menigte te ontwijken. Hij bleef onder de wagens zitten, terwijl Clemens zijn vrienden begroette en Diederik vergeefs probeerde uit te leggen hoe hij liederen maakte. Als er nu tegenwoordig nog eens zulke dingen gebeurden, dacht Marijn. Het was toch zo jammer om van... Odemar af te stammen, die de adelaar ge had gekend... en de doden kon oproepen dan zo'n saai leven te leiden. Als je dan de adelaar, die zo'n luisterrijk leven leidde... vergeleek met de tegenwoordige graaf van Hadeborg... die wist niets beters te doen dan tot oproer aan te zetten... zodat hij zijn gezicht in het zuiden... Niets meer kon laten zien, of je hoefde alleen maar te denken aan het verschil tussen die odemar en deze marijn odemar mijn hart, om te zien hoe gewoon en alledaags mensen tegenwoordig waren, als er nu eens. Toen werd hij door het gewone alledaagse leven in de persoon van Lenina gestoord, die met een rinkelende hoed naar de wagen kwam. Ze werd gevolgd door de gebruikelijk mompelende heer. En het moet nu zestien jaar geleden zijn, mompelde deze heer. Zeventien, zei Lenina kwiek. Marijn, hou op met dat gedroom en tel dit geld eens. Marijn scharrelde onwillig onder de wagen uit... Tegelijkertijd draaide Klemens zijn hoofd om en zijn stem daverde door het pakhuis. Nee, de laatste keer dat ik in nederdalen was, stond, me, stond hij me helemaal niet aan. Die stem en de begeleidende blik deden de mompelende heer in de menigte verdwijnen. Marijn keek hem wat verward na. Het leek wel een tweelingbroer van de mompelende heer uit Dronne. De verdiensten waren niet slecht en Lenina was in haar schik. En Clemens was ook in een goed humeur, want een oude vriend had hem een biefstuk cadeau gedaan. Het was een prachtig rode malse biefstuk die in bladeren was verpakt om hem fris te houden. Klemens borg hem zorgvuldig in de kast op. Hij praatte opgewekt over het avondeten, terwijl ze in de motregen door kraaien voor de reden. Birgit deed minachtend, toen ze Killian zag, die net buiten de stad onder een boom stond te wachten. Ha, zei Birgit, onze voorstelling kon hem niet zoveel schelen, hè? Meneer Neus in de lucht, heb je hem gezien, Marijn? Hij heeft er geen woord van gemist. Ja, zei Marijn. Terwijl de rode biefstuk boven het vuur lag te sissen, zei Birgit quasi onschuldig tegen Killian: Vader heeft tijdens de voorstelling een van oude Adolar-geschiedenissen verteld. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, en ik vind ze stom vervelend, zei Killian, al dat getover. Dat moet jij zeggen, zei Marijn. Ik heb gezien... Stilte, zei Clemens. Jullie storen de biefstuk. Geen woord meer tot hij klaar is. De biefstuk verdiende zeker respect. Zelfs Killian had er niets op aan te merken. Na het avondeten gingen ze verder. Op zijn eigen zorgeloze manier scheen Clemens er even hard op gebrand te zijn als Marijn om het noorden terug te zien. Olop mocht geen weide kiezen tot de zon bijna onder was. De hemel voor en opzij van hen was een massa paarse wolken met rode strepen. Stel je eens voor, boven de bergpieken van Noorderdalen, zei Clemens. Maar ook in het zuiden is het om deze tijd van het jaar... het markerwoud prachtig. Er is niets zo mooi als een hoge beuk in het voorjaar. En ken je het moeras wel, Killian? Zo'n beetje, zei Killian. Als we er tijd voor hadden... Zou ik alleen al om de bloemen met je langs willen rijden, zei Clemens, maar het ligt jammer genoeg te ver naar het oosten. De eenden zijn er om van te watertanden. In Zuiderdalen zitten konijnen, zei Diederik. Dat is zo, zei Clemens, je moet morgen de strikken maar eens nakijken.